Wij zijn Timon en Agnes en samen met onze kinderen toeren wij door de wereld in een camper. Wij geven thuisonderwijs, zoeken het avontuur en leven uit geloof. Gaat u met ons mee? Dit is schoolopwielen.nl. Meteen eten. Maarten, ga je ook plukken? In Oleria mochten we bij een buurvrouw sinaasappels plukken. Papi, kom maar hier. Ja, kom maar. Tot onze verbazing zien we veel in Spanje dat mensen citrusbomen hebben, maar er niets mee doen. Het is natuurlijk zonde om al die heerlijke sinaasappels verloren te laten gaan. Wat een hoop. Doen we die hierin? Ja. Papa, we hebben 4 tassen vol. Dat zijn mooie sinaasappels. En is het water lekker? Als je er langer in zit, wel. Als we de kans schoon zien, zoeken we een zwembad en geven we zwemles. Kun je je voetjes ook bewegen? Kunnen we die een rondje maken? Aaron en Isaac durven nu in het water te springen. En ze kunnen al behoorlijk lang en snel zwemmen. Ja, goed zo. Ze zijn er bijna. Als ze zonder bandjes hun A-diploma halen, krijgen ze beide een duikbril. Hij kan het, hè? Ben jij een boefie, zeg? Zij schreeuwde laat Barabbas los. Was het nog niet genoeg voor de mensen? De mensen zeiden van nee, hij moet gekruisigd worden. Nog één keer!
afgebakken. Hier zijn de twee honden en die worden s'avonds thuis gebracht. Hier is het drinkwater. Hier is het kippenhok en 12 kippen en een haan. Hier is de put, daar kun je de toiletcassette in leggen. In Oleria stonden we een lange tijd bij particulieren. Het was al lekker rustig. Af en toe kwam er een camper en ging er een camper. Mag het zitten? We moesten hier wachten op allerlei dingen. En ondertussen genoten we van elkaar, van de rust en de warmte. Hallo, ik ben Aaron en ik maak een hele mooie blog. Moet u dat te zien? Ik ga nog even de rest verder maken, want dat wordt wel heel erg netjes, hè? Zo, ik heb mijn blog af. Zal ik hem voorlezen, papa? Maartje, wil jij even water halen voor het koffieapparaat? Hier. Een beetje meer. Van de luifel. Die luifel die waait zo naar boven en dan valt papa de deken in en dan wordt hij hier in kleine zakken ingepakt en duw papa en mama zo in de camper. De luifel namen we mee totdat alles geregeld was. Het paste maar net. En helemaal tot hier. Oké. Gelukt. We gaan zo weer eens even lekker rekenen. Dat wordt een hele leuke rekenles. Voornamelijk gericht op de tafel van 5. Nou, dat is natuurlijk een makkie. Hé, Isaac? Ja. De tafel van 5 is natuurlijk een makkie. Een enorme makkie. Dus daar gaan we lekker mee oefenen. Heel erg makkelijk. En we gaan ook oefenen met tellen. Dat tellen, dat noemen we ook wel turven. En dat doe je meestal ook per 5. Dus daar gaan we eens even mee oefenen vandaag. Ja. Wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. Alles wat ik nodig heb, ontvang ik en nog meer. Blij, zo hij van hart mag zingen. Blij,
Er is een God die leeft. Zoek niet in aards gewemel. Mijn weg leidt naar de hemel. En als ik zie op Jezus ben ik blij, blij, blij. Wat moet je nog even laten zien, Isaac? Een aardbei. Ik weet al waar die ligt. Heb je hem verdiend? Viesje? Ja. Viesje. Hoeveel punten? Er zijn er 2. En hoeveel punten heb je in totaal? Tel ze maar even bij elkaar op. 17. Hoeveel punten heb jij? 1 plus 2 is 3. Plus 3 is 6. 9. 12. 16. 20. Dat was het spelletje. Doorspelen. Hallo Das. Het enige nadeel van Oleria was dat de supermarkt in de stad was. Je kon er wel naartoe fietsen, maar je kon maar weinig meenemen. Daarom besloten we met de camper groot boodschappen te doen. Ja. Nou, dat zijn mooie prijzen, Timon. Hoeveel is dat precies? 1,44 voor diesel. Een mooie prijs, hè? Maar ze hebben hier dus ook diesel plus cash. Dan krijg je ook nog eens geld, denk ik. Toen we eindelijk alles geregeld hadden, vulden we nog eenmaal de watertank. Namen we afscheid en reden we naar Cullera. In Cullera bleek er een kermis te zijn. Daar konden we natuurlijk niet aan voorbij lopen. Maartje deed ook mee. Formas que tiemblan.
Hoe ging het nou? Wauw, ik zie daar zo. Achtens nam de jongens mee naar boven, naar de burcht van Corlera. Een flinke wandeling. Ik bleef met de rest beneden. Ja. Dat was... Hey, dat stond er al een plaatje. Dus daar moest een ballon zijn. Ja. Mooi plaatje, hè? Van de Jezus, hè? Dat is een... Niet eigenlijk een... Ja, ik zie de ballon. Ja, ja, inderdaad. Heel gewaarlijk trap. Mooi hè, maar kijk, als we daar weer naar beneden gaan, dan moeten we ook weer omhoog. Dus dat lijkt me niet zo heel slim idee. We zijn nog bijna. Mama, kun je papa zien? Deze dingen. De leidingsweg van de Heer Jezus, hè? Mooi. En daar gaat hij. Waar de uitgang was. Ze zijn er misschien via de andere kant al gekomen. Vlak. Ja. En daar staat ons kind. Daar zijn we gisteren geweest, hè? Ja. Je was nog wisten druk. We eigenlijk niet dat we zo dicht bij het strand zaten. Dat weten we nu. Het is gelukt, jongens. Jullie zijn helemaal boven. Ja. Ja. En zo komen die mensen dus naar boven. Met zo'n lift. Stiekem met de lift. En wij maar klimmen. Tot ziens. Ga er maar even bij staan. Ga jij er ook maar even bij staan. Kijk eens naar mij. Even pas lang op, even stilstaan. Pas op, nee. Culera is echt een voorbeeld van de schoonheid van Spanje. Wij zochten gewoon een gratis camperplaats en ontdekten een prachtig, gezellig stadje met een rijke historie. Ja, dat is leuk. Ja, hartstikke mooi. We gaan weg bij Culera. Van Culera reden wij naar Córdoba. Nou, even kijken of hier AdBlue te krijgen is, want ineens krijgen we een melding dat we AdBlue moeten bijvullen. En volgens de dealer was het zo dat als de AdBlue tank vol zit, kan je 5000 kilometer rijden. En we kijken steeds elke maand, tanken we wel bij, een paar euro, hè? Ja. Dus het is heel gek dat hij daar nou ineens om komt. Maar we gaan nu even kijken. Kijk, nou doet hij het. Hij moest hem even aanzetten, denk ik. Oh. De enige gek die AdBlue tankt op dit moment op tijdstip. Gaat het wel in de goeie? Ja. Het is blauw, hè? Nou ja. Kijk, toch aardig wat liters, moet je kijken. Ja. Is het dan goedkoper dan Nederland?
mij scheelt het niet zoveel. Toch 10 liter erin. Nou, dus, ik sta ervan te kijken. Melding is weg, gelukkig, hè? Hè, gelukkig. En weer even een volle dieseltank, dus je kan weer. Ziet aan, Maartje het alle was op hang. Het is toch wat. Een babyslangetje. Ik heb nog nooit gezien zo. Dat is gek, hè? Ja, we hebben ook een slang. Kom er met je jij. Wat is het meest interessante en het meest belangrijke voor kinderen? Een? Speeltuin. Ja. Heerlijke rode appel. Wat grappig jongens, vannacht zetten we onze camper om 3:00 s'nachts hier. Neer op deze parkeerplaats. Tegenover het politiebureau. Puente de Genève was ook weer een parel in het Spaanse landschap. We parkeerden daar voor 1 nacht en werden wakker naast een gezellig plein met een prachtig stukje natuur. In Córdoba zochten we een gratis parkeerplaats. 'Snachts om 1:00 kwam de politie. We moesten de volgende ochtend wegwezen. Om 8:00 ochtends reden we dus door naar een betaalde plaats.
Vanaf de camperplaats was het zo'n 10 minuten lopen naar de rand van Cordoba-stad. Het begon rustig, maar met elk volgend steegje werd het drukker en drukker. Cordoba namen we het rijtuig. Dat was een hele leuke ervaring. Door smalle steegjes, iedereen moest opzij. In je rijtuig. In je rijtuig. In je rijtuig. Rijden we naar de kinderen. Vind je dat? Aaron, we zijn nu in de dierentuin van Cordoba en jij gaat alle dieren fotograferen, hè? Ja, met deze grote fototoestel. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan maakt. Ja. Thank you.
Ja, vijf problemen of vijf onderbrekingen eigenlijk. Want ja, je kan moeilijk plannen in de camper. Je kan wel een schets maken van je reis, maar het gaat nooit zoals je verwacht. Het eerste probleem was de luifel. Het was volledig windstil. We stonden op een camperplaats. Geen zuchtje wind. Luifeltje uitgedraaid. En er komt een rukwind en ineens die luifel helemaal omhoog. Precies zoals Isaac al gezegd heeft. Het tweede probleem is dat we een pakket uit Londen verwachten. En dat was een pakket met Johannes-evangelie, Spaans Johannes-evangelie. En dat werd naar Spanje gestuurd, naar een adres in Valencia. Alleen kregen wij een bericht van de douane dat ik paspoort moet aanleveren en allerlei... We kregen allerlei telefoontjes met vragen over de inhoud van het pakket. Dus op een zeker moment kregen we een mailtje van dat alles in orde was. En 's middags kregen we een mailtje dat alles weer teruggestuurd werd naar Engeland. Toen hebben we nog pakketten besteld voor de camper. We hadden een aantal onderdelen nodig voor de camper. Die hebben we bij Amazon Spanje besteld. En we stonden bij particulieren, dus we hebben het pakket bij deze mensen laten bezorgen. Maar we hadden een luie koerier die zei van we hebben het bij de buren afgegeven, het pakket. Toen is die eigenaar van de camperplaats alle buren afgegaan in de regio. Niemand had het pakket. Klopt ook helemaal niks van, het pakket was kwijtgeraakt. Dus moesten we Amazon een aantal keren bellen. Moesten we ook weer even een paar dagen op wachten. Het vierde euvel, dat zijn de zonnepanelen. Sinds we de camper hebben, functioneren de zonnepanelen niet naar behoren. Of in ieder geval niet naar verwachting. Ik heb 300 watt zonnepanelen op het dak zitten. En bij aanschaf van de camper werd mij verteld dat dat meer dan genoeg was. Maar ik had nooit meer dan 100 watt opbrengst. Altijd onder de 100 watt. En wij dachten misschien is het de winter. Maar dat bleek niet zo te zijn. Want we waren in Spanje op een mooie zonnige dag. En we hadden ook niet meer opbrengst. Dus toen heb ik de dealer gebeld. En er kwamen natuurlijk allerlei excuses. Van ja, je hebt nooit volledige opbrengst. En je hebt ook een bepaald type zonnepaneel. Dus die heb ook niet altijd opbrengst. Ze kunnen ook te heet worden. Misschien sta je ook in de schaduw enzovoort. Op een bepaald moment vroeg ik, om de discussie een beetje te doorbreken, van hoe weet je nou of een zonnepaneel wel functioneert? Misschien is hij wel stuk. Hoe weet je dat? Toen liet hij me weten dat het derde zonnepaneel helemaal niet in de app zit. Ik heb zo'n app waarbij je de opbrengst van de zonnepanelen ziet. En daar stond hij helemaal niet bij. Dus toen vroeg ik, en toen zegt hij, nou onder de stoel bij de bijrijder, daar zit een apparaatje en daar moet een zekering in zitten. Misschien is die zekering wel stuk, misschien moet die wel vervangen worden, dat is een 20 ampère zekering. Dus ik kijk onder die stoel en ik zie nergens een apparaatje met een zekering. Dus ik bel die dealer op, of ik laat foto's zien, en hij zegt, nee dat apparaatje daar moet een zekering in zitten. Ik zeg, daar zit geen zekering in. Wat bleek dus, die heeft die hele periode dat we de camper hebben, dat is nu ruim een jaar, 13 maanden, heeft daar nooit een zekering in gezeten. En die monteur heeft daar heel vaak naar gekeken. Die heeft zelfs ook weer een nieuwe accu geplaatst en zo. Dus hij heeft dat nooit gezien. En toen ik de zekering van 20 ampère erin deed, toen functioneerde alles en hadden we ineens 200 watt opbrengst. En dat is ideaal, want 200 watt kan je aardig, daar kan je aardig lang op uithouden. Het vijfde probleem, dat is natuurlijk waar we al in november mee zaten. Dat we schade hebben aan de achterkant. En we stonden op een camperplaats met een krap hek. En daar stond een auto voor. En achter was heel erg gefocust op de auto. Dat ze vooral maar geen schade reed bij de auto. En daardoor raakte ze met de achterkant van de camper het hek. En lag de bumper eraf. En tegen de tijd dat we weer terug in Nederland zijn, dan laten we het repareren. Maar vervolgens hebben we niks meer van dat bedrijf gehoord. Dus ik neem aan dat ze wel de onderdelen besteld hebben, maar wij hebben niks meer gehoord. Dus dat is nog even onzeker. Hè? Ik heb wel een aantal keer gebeld al. Dus het zou zo moeten zijn dat als we dan in de toekomst naar Nederland gaan, dat we ook dat probleem kunnen oplossen. Hasta proxima. Adios. Is dat ook? Ga er maar in.
Thank you.